They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Het liefdespad zit vol obstakels. Vooral sinds iedereen zijn eigen verhaal wil schrijven. Maar eerlijk is eerlijk, dat maakt alles veel interessanter. Tja, we wachten het rustig af. Hey, Ashlyn. Waarom stuur je zo'n paniek-sms? Is alles zo? Sorry, Cedar. Ik heb hulp nodig. Wij allebei. Hunter? Psst, ik ben Hunter niet. Ik ben Gunter. Gunter Gunsman. Gaat dit over jullie geheime verkering? Shh, ja, het gaat over dat. Dutchess weet het. En ze gaat het aan de hele school verklappen. En nu zijn we radeloos. Nou, weet je wat ik altijd zou doen? Eerlijk zijn. Precies, Cedar. Gunter Gunsman, ik heb hier een toverklappuccino voor Gunter Gunsman. Die is voor mij. Ja, ik heb feestartikelen. Ja, C.A. Cupid. Ik ben Cupid, ikke. Ja, hier tekenen. Feestartikelen? Ja, feestartikelen. Voor schooltoneel. En welk toneelstuk mag dat dan wel niet zijn? Nou, Het heet het stuk dat niet doorging. En toen wel. En toen toch weer niet. Vooruit dan maar. Ik weet het niet, Dutchess. Dit is een primeur, maar Ash en Hunter zijn mijn vrienden. Als jij het niet verkondigt, doet iemand anders het wel. Nee, ze doen het zelf. Maar hoe moet ik dan nu nog lang en gelukkig leven? Oh, hey Dutchess. Ashlyn? Huh? Zijn jij en Hunter een setje? Maar jij bent een royal en hij een... Een royal die gaat met een rebel? Zo hoort het sprookje niet te gaan. Ze heeft haar hart waarlijk gevolgd. En dat is toch waar ware hartendag over gaat. Nou, beste sprookjesvrienden, Blondilax hier. Met de eerste reacties op het Royal RML liefdespaar. Ik vind het hekstastisch. Ashlyn en Hunter hebben samen hun eigen lot herschreven. Niks mis mee, toch? Heel goed van ze. Weet je, zo'n geheim is best moeilijk. Een royal en een rebel? Dat zijn toch geen gelijk? Zie je dan niet dat ik even bezig ben? Ik maak me zorgen om Ashlyn en Hunter. Als zij hun ware lot niet volgen, is hun sprookje uit. Voor altijd. Morgen hebben jullie proefwerk over de grootte van je kroon en nekproblemen. Apple, we moeten praten. Ash, ik vind dit heel moeilijk. Wat voor het eerst is, want ik kan altijd overal perfect mee omgaan. Weet ik. Het verbaasde me dat je me niet genoeg vertrouwde om het te vertellen. Ik dacht dat je het niet begreep. Dat is ook zo. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik wil niet dat iemand waar ik veel van hou iets vreselijks overkomt. Dus al deze taarten in de vorm van een hart zijn voor jullie toneelstuk? Hartstuk. Nou en of. Die zijn voor een komische scène. Waarin Briar ze naar Hopper gooit. Wat zei je? Oh ja, die scène is te gek. Even mikken en... Vooruit dan maar. Hi, Ashlyn. Dutchess. Moet je soms iets? Moet ik soms iets? Mijn eigen lang en gelukkig natuurlijk. En nu iedereen hier weet dat jij gaat met een rebel, hoef ik daar niet lang meer op te wachten. Geen
geen glazen muiltje voor jou. Dus jij bent juist blij dat Hunter en ik daten en mijn beste vrienden niet? Misschien is het dan toch wel verkeerd. Wat? Nee! Het is juist hartstikke goed wat je doet. Volg je hart en al dat soort onzin en zo. Sorry, deze plek is voor Aislinn. Hey Aislinn! Hunter, we moeten praten. Aislinn? Weet je, het leek me dus eerst heel goed dat iedereen wist dat we iets hebben. Ik dacht dat het ons zou opluchten, maar nu loopt het uit de hand. Wat bedoel je daarmee? Mijn vrienden zijn van slag. Ik weet niet hoe onze sprookjes nu gaan aflopen. Ja, maar... Hunter, ik wil gewoon dat ons twee niets naars overkomt. Jou niet. We moeten... het uitmaken.